Eerder deze maand heb ik het aandeel Alibaba al besproken. omdat ik het een mogelijk interessant aandeel vond. Het leek mij in ieder geval ondergewaardeerd. En dat zei ik op het moment dat het aandeel een koers had van 210 dollar. Inmiddels is het aandeel verder gezakt de laatste dagen. naar een dieptepunt van 180 dollar. En het aandeel staat de laatste maand 18% lager. waarvan 11% al alleen in de laatste week. En dat is niet zo alleen bij Alibaba. Dat is bij veel meer andere Chinese techbedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Tencent. Die staat deze week al 17% lager. JD.com staat 12% lager. En Pin Duo Duo staat zelfs 22% lager deze week. Dus wat is er eigenlijk aan de hand met deze Chinese aandelen? Hoe kun je hierop gaan reageren? Wat is mijn plan om hierop te gaan reageren? Nou, dat wil ik gaan bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. In de intro zagen we al dat er heel veel aan de hand is rondom Chinese aandelen. En dat heeft alles te maken met de aanpak vanuit de Chinese overheid op dit soort bedrijven. Dat begon eigenlijk een tijdje geleden, ergens halverwege of eind vorig jaar, met End Financial. En finance heb ik ook al besproken in de video van Alibaba. Is eigenlijk een bedrijf van Alibaba, van de oprichter van Jack Ma. Hij wilde dit bedrijf naar de beurs brengen. Um, en hij had een beetje, of misschien niet eens een beetje, maar hij had eigenlijk kritiek op het Chinese beleid. Nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Want eigenlijk vrij snel daarna werd de beursgang uh, afgeblazen. Natuurlijk onder druk van de Chinese overheid. En Jack Ma hebben we ook een tijdje niet meer gezien. Hij was een beetje ondergedoken. Hij wilde niet meer publiekelijk verschijnen omdat het beter was. Misschien ja, omdat hij niet het juiste moment had, niet de juiste dingen had gezegd. Dus hij kon even beter van het toneel wegblijven. En uiteindelijk kreeg Alibaba ook nog een boete van 2,3 miljard dollar. Um, daar leek het dan mee afgedaan, in ieder geval voor het bedrijf Alibaba. Want dit was eigenlijk pas het begin van de overheid, de Chinese overheid. Die duidelijk wilden laten zien van wat ze wel wilden toestaan en wat ze vooral ook niet wilden toestaan. En dit was dus vorig jaar, dit speelde vorig jaar. Maar juist de laatste weken zien we veel meer van dit soort acties vanuit de Chinese overheid. En dat maakt beleggers gewoon heel erg nerveus. Of misschien raken ze zelfs wel in paniek. Zo hadden we ook bijvoorbeeld de Chinese taxidienst Didi die een beursgang wilde in Amerika. Nou, dat terwijl natuurlijk de Chinese autoriteiten al hadden aangegeven dat ze dat niet wilden, niet konden waarderen. Die, die ging daar toch mee door en Didi werd daarop eigenlijk ook meteen direct aan een onderzoek onderworpen door de Chinese toezichthouder. En na dat onderzoek mocht de app niet langer beschikbaar zijn in de Chinese uh, app stores, waardoor het bedrijf natuurlijk ook geen nieuwe klanten meer kan bereiken. En nu krijgen ze mogelijk ook nog een boete en worden bepaalde activiteiten mogelijk verboden. Nou, daarnaast werden afgelopen week of afgelopen weekend eigenlijk online scholen aangepakt in China... Uh, online bedrijven die eigenlijk ja, via het internet bijles gaven. Zij mogen niet langer in handen zijn van buitenlaatse eigenaren. En ze mogen geen winst meer maken. Dus hier grijpt de overheid opnieuw in op zowel de activiteiten. maar ook op het verdienmodel van dit soort bedrijven. En ook Tencent, een heel erg grote naam, werd afgelopen weekend aangepakt. Tencent moet namelijk binnen 30 dagen zijn exclusieve muzieklicenties. met enkele wereldwijde labels zeg maar, opgeven, die licenties die kregen het in bezit door een overname van China Music in 2016. Maar dat is in strijd met de regels geweest, al dus de toezichthouder nu. En dat komt eigenlijk ook nog bovenop een tegenvaller die Tencent al had... van een fusie tussen de gameplatforms Huya en Douyu, als ik het goed uitspreek. Want die fusie, die mocht niet doorgaan. En Tencent heeft in beide van deze bedrijven ook een aandeel van meer dan 30%. Dus dat was... Was al een tegenvaller. Nu hebben ze afgelopen weekend dus ook nog die tegenvaller gehad. Omdat de muzieklicenties moeten worden opgegeven. En eerder dit jaar hadden we natuurlijk al dat deze Chinese aandelen met een Amerikaanse beursnotering. dat die al onder vuur lagen. Maar dat was toen vanuit Amerika. Uh, vanuit de overheid. Ik weet niet of het eigenlijk door Trump is gekomen, maar zeker ook nog met Biden. Die hebben aangegeven van ja, mogelijk, vanwege de sancties binnen ja, tussen beide landen, tussen China en de VS. gaan wij uh, bedrijven. Heel erg goed controleren met deze beursnoteringen, en als ze daar niet aan voldoen, dan moeten ze van de Amerikaanse beurs af. Dat maakt het natuurlijk stukken minder interessant, want het meeste vermogen zit in Amerika en het is ook heel makkelijk voor zelfs beleggers zoals jij en ik om via de Amerikaanse beurs deze aandelen te kopen. Toen kwam het dus eigenlijk vanuit de hoek van Amerika dat, er, ja, dat deze aandelen het moeilijk hadden. Nu is het juist vanuit de eigen overheid. De eigen overheid heeft, denk ik, al in de gaten dat Chinese techbedrijven. Sommige zijn al heel erg groot, zijn al heel erg machtig, en andere worden het misschien. En waar Europa en de VS dit zelf natuurlijk ook zien met bedrijven zoals Google, Apple, Facebook, maar niet per se direct kunnen ingrijpen, of misschien dat is een heel lang traject. Daar hebben ze in China niet zo'n last van. Daar kunnen ze eigenlijk direct ingrijpen, en dat doen ze dus ook vooral. Maar is dit nu het moment om zeg maar buy the dip te doen, om te profiteren van een dip? Zelf heb ik dus al gezegd dat ik Alibaba wel interessant vond. Ik heb het eerder deze week trouwens, afgelopen maandag, heb ik Proces gekocht. Een Nederlands bedrijf, maar wel met heel veel investeringen in Tencent, in Chinese tech. Dat heb ik gekocht na de eerste daling. De dag erop kwam er nog een flinke daling. Dus dat is tot nu toe niet, niet zo'n heel goede investering geweest. Maar de vraag is dus: is het wel slim om te profiteren van deze dip? En is het zelfs wel een dip met deze Chinese aandelen? Nou, mocht je trouwens willen beginnen met beleggen. Kijk dan naar de Giro, dat is de broker die ik zelf gebruik voor de meeste van mijn aandelen. De Giro heeft op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten. Als je nu gratis een account opent via de link onder deze video, krijg je de eerste 50 euro in transactiekosten. Die kun je terugkrijgen en dat is een actie, de kosten die je maakt tot 1 september en je kunt het tot 1 november terugvragen. Dus dat is extra interessant om nu te beginnen met de Giro. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar de links van Itoro of van Bug Zero en zelfs Bug Zero heeft nu ook een actie waarbij je een gratis aandeel krijgt met een waarde van maximaal 200 euro en ook daarvan vind je links onder deze video. Maar laten we even gaan kijken naar hoe mensen hierop reageren op het nieuws rondom deze Chinese aandelen. Te beginnen met Cathy Wood van ArkInvest. Ark verkoopt dagelijks inmiddels veel Chinese aandelen. En het is dus ook flink hun positie aan het afbouwen. Op 14 juli, al dus eigenlijk een week of twee geleden. riep Catty Wood al van: Ja, Chinese aandelen zijn ondergewaardeerd. Maar Chinese aandelen zullen dit waarschijnlijk ook nog wel een tijdje blijven. En op deze week is opnieuw eigenlijk wel een interview, en ook uit haar acties blijkt wel dat ze dit nog steeds denkt, en mogelijk hier nog zelfs sterker over denkt dat ze eigenlijk alleen maar meer is gaan geloven dat ze ondergewaardeerd zijn en dit mogelijk ook blijven, omdat het gewoon heel erg ja, niet aantrekkelijk is op dit moment om te investeren in deze aandelen. Er was er gisteren ook een video van Joseph Carlsen, uh, hij gaat juist in op deze sell-off, hij bekijkt het juist. Waarom deze angst er is, waar die vandaan komt en probeert het ook te relativeren. Hij zegt ook van ja, zo zijn de Chinese aandelen op Amerikaanse beurzen, zijn zogenoemde ADR's. Uh, dat wordt nu heel erg aangepakt. Je hebt niet echt het aandeel zelf. Maar je hebt eigenlijk via een constructie heb je recht op de winst. Dus, dus eigenlijk het eindresultaat is hetzelfde als dat je een aandeel zou hebben. Alleen je hebt geen echt aandeel in Alibaba bijvoorbeeld. Nou, dat wordt nu dus als heel erg negatief beschouwd voor Chinese aandelen. Maar hij zegt ook dit is wel bij heel veel andere buitenlandse aandelen met een Amerikaanse beurs, uh, beursnotering is het heel normaal. En denk ook bijvoorbeeld aan bedrijven zoals ASML, Shell en ING, die eigenlijk via dezelfde constructie werken. Dus hij zegt ook: Het is raar dat we hier wel heel moeilijk over doen voor Chinese aandelen, maar niet voor bijvoorbeeld Europese aandelen. En Joseph zit dus veel meer in de hoek van mensen die mogelijk een kans zien. En in ieder geval zeker beschouwen als VAT. Wat staat voor fear, uncertainty and doubt? Oftewel, het nieuws wordt nu eigenlijk zo gebracht dat heel veel mensen misschien juist wel in paniek raken. En dat het daarom juist ja, eigenlijk. Self is uh, te veel verkocht wordt en dat het misschien juist daarom ook wel weer een koopmoment is voor andere mensen. Zelf ga ik nu niets doen. Ik heb eigenlijk ook niet zo'n echt heel veel Chinese posities of überhaupt Chinese posities. Misschien wel trouwens in Nio en zo, maar uh, die hadden trouwens gisteren ook best wel last van. Daar ga ik ook eventjes niets mee doen. En ik had natuurlijk dus Process gekocht op maandag, een Nederlands bedrijf, maar wel met veel. Ja, investeringen in China, in Tencent bijvoorbeeld. Ook daar ga ik even niets mee doen omdat het nog te kort dag is. Ik ga even afwachten wat het nieuws doet. Komt er de komende dagen nog meer nieuws? Of zien we al een herstel? Of komt er juist meer negatief nieuws? Ik wil niet te snel gaan reageren hierop. Dat ik niet weet van zitten we nu in een dip of zitten we in iets structureels. Dat moet ik nog een beetje afwachten en duidelijk krijgen. Dan kun je natuurlijk denken van, ja, Warren Buffett zegt ook altijd dat dit soort momenten juist als andere mensen in paniek raken en gaan verkopen. Is het het moment om te gaan kopen? Dat klopt. Maar aan de andere kant denk ik dan ook aan het gezegde van uh, don't catch a falling knife. Oftewel probeer geen vallend mes te vangen. En ik heb het gevoel dat we nog een beetje in die situatie zitten. We zien vandaag al wel een klein beetje herstel. Maar ik weet niet of het structureel is. Dus aangezien ik dat nog niet weet, wacht ik het even af. Mogelijk dat ik dan misschien wel volgende week uh, ga kijken van oké, okay, het is misschien wel een moment om te investeren. Er is iets meer duidelijkheid. Mogelijk zie ik een kans. Nou, dan is het natuurlijk wel zo dat het, het blijft wel redelijk risicovol, vind ik, omdat je ziet wat de impact van deze overheid is. En hoewel het met bedrijven heel erg goed gaat, heeft dat toch behoorlijke impact op deze bedrijven. En de overheid heeft ook al gezegd van de komende zes maanden gaan we dit ook heel streng telkens bekijken. Dus misschien is het de komende zes maanden niet eens interessant. Mocht ik een positie nemen, dan doe ik het dus als hoog risico met maximaal een paar procent, laten we zeggen maximaal 3% van mijn portfolio. Maar doet die mogelijkheid zich niet aan, dan is dat ook niet erg. Ik heb de laatste tijd wat posities afgebouwd. Ik heb wat winst genomen op bepaalde aandelen. En ik ben eigenlijk ook wel tevreden als ik gewoon een grotere cash-positie aanhoud. Omdat ik zeker denk dat de komende tijd er vast nog wel andere kansen zich voordoen. En als ik, het als ik het geld heb, de cash klaar heb staan, dan kan ik daar juist weer van profiteren. Maar ik ben ook erg benieuwd naar wat wat jij van plan bent, heb je bijvoorbeeld al plannen hoe je wilt gaan reageren of hoe kijk je tegen deze situatie aan rondom deze... Ja, Chinese tech hele af vanuit ja, de, de macht vanuit een overheid die in kan grijpen en hoe de markt daarop reageert. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar wij nog niet geabonneerd hebt, op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.